Net als in voorgaande jaren organiseert voetbalvereniging LKAVV het festival Unlimited. Dit is een funfestival voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Verschillende bekende Nederlanders doen ook mee. Maar ik denk niet dat ik er nog aan toe kom, vandaar doe ik echt niets. Ik wil met jou genieten van de zon, van de tijd en van ons twee. Yeah. Oh, die schuif... Cake, bake en love, dus u bent de baas van het spul? Ja, ik ben de baas. En wat houdt dat in? Wij zijn een winkel in Voorburg en verkopen materialen om zelf cupcakes en taarten te versieren. En in dit geval komen wij hier om gezellig met iedereen cupcakejes te versieren. U bent de organisator van dit festival. Waarom hebt u ervoor gekozen om dit te organiseren? Nou, ik ben mede-organisator. Een aantal jaar geleden werden we benaderd door Dave Visser. Die had contact met een groep mensen met een verstandelijke beperking. Die wilde iets organiseren. Wist niet wat, is toen bij RKV terechtgekomen, want wij hebben ook een maatschappelijk label, wij zijn rkv.nl. En, ja, maar jullie zijn eigenlijk een sportvereniging, zo te zien. Ik zie allemaal mensen die lopen te voetballen. Ja, ten eerste zijn wij een voetbalvereniging. Dat zijn we als eerste. Kom je dan bij om dit te organiseren? Nou, we vonden het ook belangrijk om wat voor de maatschappij te doen. Vandaar het oprichten van het maatschappelijke label Wij zijn RKVV. En dan willen we ook allerlei dingen doen voor organisaties, voor mensen in de omgeving waar iets extra's voor moet gebeuren, waar er weinig voor gebeurt. Nou, toen is het festival eigenlijk van de grond gekomen, 3 jaar geleden, de eerste keer gedaan. En met allerlei leuke workshops en dat soort zaken. Maar we vinden het gewoon belangrijk om iets terug te doen naar de maatschappij. Als vereniging sta je daar middenin natuurlijk. Ja, ik begrijp dat het toch wel behoorlijk wat geld kost. Hoe financieren jullie dat allemaal? Nou, de financiering die moeten we zelf doen. Dus door de evenementen die we om dit Festival Unlimited organiseren. Zoals een vrijdagavond met de Tino Martin, een pubquiz die gisteravond is georganiseerd, de Slims van Voorburg. Vanavond nog activiteit. Dat is de manier om het geld binnen te krijgen om dit festival gratis aan te kunnen bieden. Van de gemeente krijgt u niet veel? Van de gemeente krijgen we niet veel. Ik zou eigenlijk wat meer verwachten van de gemeente. En zeker op als je dan gaat kijken aan een stukje medewerking om dit te kunnen organiseren. Maar als je gaat kijken naar het papierwerk, de vergunningen. Al de zaken die de gemeente eist om dit neer te kunnen zetten, dan zouden we met name daar graag wat medewerking in verwachten. Want de beveiliging die we eromheen moeten organiseren, ja, dat kun je afvragen van jongens, is dit nou nodig? Moeten we nou zo ver gaan? We zijn geen heel groot festival, er komen een paar honderd man. Dus als je gaat zeggen van medewerking van de gemeente, dan is het met name op het gebied van vergunningen, verstrekkingen en het mogelijk maken om dit allemaal te doen. Erik Bouwman, bekend van GTST en Onderweg naar Morgen, is gevraagd om het festival te presenteren. Wat zijn zijn verwachtingen? Nou, ik verwacht eigenlijk maar één ding, dat is een en al liefde. Dit is zo leuk om te doen. De mensen die hierheen komen, nou, je was toevallig net al zo'n momentje, die komen naar je toe. Ze high-fivers, willen knuffelen op de foto. Leuk ook zo meteen is dat Bas Muis en Ferry Doelen zo komen. Nou, die gaan echt zo meteen overspoeld worden door iedereen. Want tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk zijn of haar mobiele telefoon bij zich. Dus er worden veel fotootjes gemaakt. Maar het wordt vooral een hele leuke, gezellige middag. Dat is niet meer.